Je gelooft het niet, maar hij is binnen, dames en heren. Ja, nou, fiscaal niet. Maar, wow. Oh, je hebt je hele goedkoper. Ja, natuurlijk. We zitten nu al meteen... Daan heeft de goedkoopste confetti op de kop getikt. Hier heb je jarenlang plezier van. Is dat zo? Ja, want dit is nou precies de confetti die ik nooit mag nemen. Oh, want? Nee, want dan mag ik nooit meer ergens terugkomen. Dat is echt niet. Dat zijn voor die kleine snippertjes. Het is een soort van afvalconfetti, Daan. Oh, is dat het? Nou, de organisatie zal erbij weer zijn. Ik ben blij dat je er bent. Nou, ik vind het hartstikke gezellig, joh. Hoe is het met je? Nou, fantastisch. Ja? Ja, ik zie er ook goed uit, toch? Ik wou het net tegen je zeggen. Je ziet er echt goed uit. Uitgerust en helemaal bijgeslapen van winterslaap. Ja, is dat zo? Dus nou, nee, geen winterslaap. Nee, we hebben echt leuke optredens gehad. Maar het is altijd een beetje visueel voorbereiden. Hè, voor ja, precies. Nee, want als ik op jouw website kijk, dan zie ik dat jij echt wel een hele drukke agenda hebt. Ja, nu, hè? Oh, jij, dat was jij. Ja, die ene bezoeker wil jij. Zat jij op mijn website te kijken? Ja, zeker weten. Ja, nee, goed. Ik hou het altijd wel bij, de agenda. Maar met de Vierdaagse is het natuurlijk lekker vol. Ja, zeker weten. Wat nog even, Benny. Ja. Jij bent, nou ja, volgens mij ben jij Nijmegen's party animal nummer 1 ongeveer. We kennen je van de Polonaise achteruit. Tuurlijk, ja. Maar we kennen vooral ook omdat jij al jaren en jaren en jaren tijdens de Vierdaagse feesten op het Hertogplein staat. Ja, misschien wel een leuk weetje. Ik ben dus ook een Vierdaagse kind, hè. Ben jij een Vierdaagse kind? Ik zal niet zeggen welk jaar, 1972, ben ik geboren met een hittegolf. Ja. En mijn moeder was eindelijk blij dat ze van me verlost was. Op 18 juli. En dat is altijd met de Vierdaagse. Oh, wat goed. Wat een leuke studio, hè. Ik vergeet eigenlijk altijd om even langs te gaan. Want iedereen zwaait ook gewoon. Iedereen gezellig, zwaait hier. Het is echt... dit is misschien wel de gezelligste radiostudio van Nijmegen. Nou, van Nederland, denk ik. Dat denk ik ook. Waar zit je nou op zo'n zonnig terras? Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. En we zitten dus vlakbij het Hertogplein. Ja, en daar gebeurt het allemaal. Want wat gaat daar eigenlijk gebeuren? Nou, er gaat van alles gebeuren. Er gaat zoveel gebeuren dat ik het even heb opgenoteerd. Ik heb mijn huiswerk goed gedaan. Nee, maar wat gaat er gebeuren? Ik sta er natuurlijk de hele week. De hele week? Ja, met uitzondering van de eerste en de laatste avond. Mm-hmm. Dat was even contractueel gezien lastig met een andere iets ergens in Nederland. Maar en op de woensdag sta ik er en overdag en ook 's avonds natuurlijk. Vorig jaar nog een show gedaan met Johnny's. Uh-huh. Dus dat was heel leuk. Okay. Ik had eigenlijk mijn nieuwe single aan jou willen vandaag laten horen, maar dat is er nog niet van gekomen. Want die is nog niet af of hoe? Nou, creatief proces, hè. Oh. Dat duurt altijd even. De tekst is al klaar. Mijn tekstschrijver zit toevallig daar op het terras. Ja, is dat toeval? Dat is Guus Peters. Die zit daar op het terras. Ja. En waarschijnlijk komt hij daarom nog niet af. Nee, precies. Dat is een goeie. Ja, ik zou dat even overleggen als je zo meteen... Guus! Guus! Ik vraag het. Guus moet naar huis. Ja, dat zou even teksten schrijven. Ja, lijkt me verstandig. En natuurlijk wordt tekstschrijver Guus Peters meteen van het terras afgetrokken om uitleg te geven over de nieuwe muziek van Benny. Benny, ja. Jij trekt zomaar even jouw songwriter. Ja, mijn singer-songwriter, Guus. Guus Peters. Nou, zingen. Zingen bij jezelf. Nee, maar zingen, dames en heren. Ik zal het even introduceren. Dit is de man, als je het over feesthits hebt in Nederland... heeft deze man al 25 jaar een nummer 1 hits qua feestrepertoire op zijn naam staan. Guus Peters, ook wel bekend als... mag ik het erbij zeggen? Ja. Constantijn Ruijsdaal, dames en heren. Wat vind je erbij? Oh, dan heb ik voor jou misschien ook wel een even een applausje zoeken dan? Ja, even. Wacht even. Ja, dan hebben we hem. Hier. Ik heb confetti, wacht. Nee. Hij heeft dus voor mij een lied geschreven. Ja. En dat is een heel creatief proces. Hij dacht eerst, het komt niet meer. Mm-hmm. Maar Henry, jij heeft de start gemaakt sinds gisteren. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb binnen 2 weken die tekst geschreven. En daarna hoorde ik 2 maanden niks. Dus ja, goed. Twee weken de tekst geschreven, hè? Dus dat hoor je. Dat is niet even een uurtje. En kun jij een klein tipje van de sluier al oplichten? Ja, ik heb de tekst zelfs bij me. Dus, ik ken even een klein stukje zien. Een scoop, dames en heren. Ja, een klein dingetje dan. Nou, ik weet niet of ik hem echt kan zingen, maar... Ja, maar oplezen mag ook. In dichtvorm. Nee, de titel is Leven, zo wil ik leven. En jij gaat hem opdragen? Nee, ik ga hem ook nog niet zingen, hoor. Oh. Ik zou... De tekst... Van Guus Peters. Maar ik zou niet. Een tekst moet je niet opdragen. Dat, nee. Ik bedoel, we zijn geen dichters. Leven. Zo. Ja, precies. Wil ik leven. Heb je niet Candlelight of zo op de achtergrond? Ja, dat is dit. Ik heb ooit mijn jawoord gegeven. Van dat moment heb ik nu spijt. Altijd maar thuis. Zo wil ik niet leven. Ik raak zo al mijn vrienden kwijt. Vanavond ga ik lekker naar het café. Terug. Naar die goeie oude tijd. Leuk, leven. Zo wil ik leven. Voor nu
Nou, niet verkeerd, toch? Nee, zeker niet. Prachtig. Ja, en er zitten dan nog 35 coupletten achteraan. Ja, dan, precies. Daar heb ik over gedaan om hem te schrijven. Trouwens, moet die pianist niet wat drinken die hier zit te spelen? Nee. Die is heel goedkoop. Okay. Dus die heeft wel tevoren een fles met dranken, dat gaat goed. Dus je hebt zeker geen tonic, hè? Nee, heb ik niet. Neem even een slokje water. Ik heb ook een grote wens, heb ik nog. Wil je dat nu met ons delen dan? Ja, dat zou wel leuk zijn. Vertel eens. Nou, ik zou heel graag een keer op zo'n mega piratenfestijn willen optreden. Gewoon met mijn eigen liedje. Dat zou wel gaaf zijn. Zo, dat is, heb ik het nou gezegd? Hè? Ja, is dat voor het eerst dat je dat uitspreekt? Ja, is dit voor een het momentje? Nou, en daarom dacht ik van ja, dan moet ik wel muziek maken die gewoon het hele jaar door in feestcafés te horen is. Vandaar dat we dus nu met feestrepertoire, dus eigenlijk met Benny Solo 2.0 repertoire bezig zijn. Maar dat is dus eigenlijk, dat is nu aan het gebeuren. Ja, dat is nu aan het gebeuren. En met dat repertoire ga jij zo meteen ook op het Herderplein staan? Ja, op het Herderplein, ja. We hebben Dries Roelvink weer. Echt waar? Ja, Roze Hoen, zo komt Dries Roelvink weer. Als ik hem aankondig, dus altijd de krijg ik het altijd een beetje kippenvel. Dan krijg ik het roze kippenvel trouwens. Hoe vind je van mijn kleurschakering van dit pak? Ja, ik vind het prachtig. Nee, maar kijk even, wat voor kleur is het? Het is oranje-groen. En dat is volgens mij de kleuren van de Vita Axe. Ja. Hopsakee. Oh, ik was helemaal trouwens... Ik slik er niet. Zag je de vlaggetjes uit te delen? Leuk. Die hoorden er ook bij. Ik vind helemaal de cameraman, de geluidsman, ook een vlaggetje. Tuurlijk. Hier, daar kun je toch mee. Hey Benny, heb jij nog tijd voor een serieuze vraag? Oh, je gaat serieus. Ja, ik ga even één serieuze vraag stellen. Okay. Jij schiet nou weer voor de tweede keer met confetti. Ja. Hoeveel kilo confetti gaat er doorheen tijdens een Vierdaagse? Behoorlijk wel. Ik tel de kilo's niet, maar ik heb net... kan ik je foto laten zien? Ik had op Instagram stories van de week... Ja? Heb ik een pallet binnengekregen. En daar staan een soort 20 dozen op. En dat jij bestelt confetti per pallet? Ja, per pallet. Dus, en er zitten 20 pijpen in een doos. Ja. En de pijpen zijn ongeveer 80 centimeter lang. Zo. Misschien moeten wij het even uitreden. Dan draai ik ondertussen even een plaatje. Leuk. En daarna zing jij nog je eigen... Luistert er nog iemand überhaupt? Ik heb geen idee. Het gelul allemaal. Ja, dat zien we dan straks radio. Al, toch? Het is ook radio. Moeten we ook muziek draaien, hè? Zal ik dat doen dan? Wat ga je draaien? Ik draai... Ik moest bij jou denken aan de plaat Seks. Ik weet niet precies waarom. Oké. Vind je dat goed? Ja, dat zei mijn vrouw vannacht ook. Ja, dat dacht ik al.